Maatschappijlid 2, thema werk. Hoofdstuk 1, een leuke baan. Werk of hobby? Veel dingen die je doet als hobby, bijvoorbeeld voetballen, daarvoor bestaat maar een hele kleine kans dat je dat later ook als werk kunt gaan doen. Want de meeste mensen vinden voetballen wel heel leuk, maar zijn niet goed genoeg om daar hun geld later mee te verdienen. Als je later gaat werken, en werk is als je iets doet omdat andere mensen daar behoefte aan hebben, dan kun je bijvoorbeeld wel postbode worden omdat mensen graag hun post thuis bezorgd willen hebben. En dat geldt eigenlijk voor alle andere beroepen ook. Je doet iets omdat andere mensen daar behoefte aan hebben. Wat voor werk ga je doen? Om te bepalen wat voor jou de goede baan is, beantwoord je eigenlijk 4 vragen. De eerste vraag daarvan is: wat voor werk ga je doen? Ten eerste heeft dat vaak te maken met de plaats waar je dat wilt gaan doen. Wil je ver weg? Vind je het fijn om bij mensen thuis te komen? Of wil je liever op een vaste plek in een kantoor werken? Daarnaast heeft het ook te maken met de verschillende taken die je uitvoert. Het werk moet wel bij je passen. Tweede vraag is: werk je veilig en gezond? Want het is heel belangrijk dat je op een veilige manier aan het werk gaat. Werk je bijvoorbeeld in de bouw, dan is het belangrijk dat je een veiligheidshelm en veiligheidsschoenen aan hebt, zodat je veilig aan het werk gaat en geen onnodige risico's loopt. Daarnaast is het bijvoorbeeld vanuit de Arbo-wet ook verplicht dat elk bedrijf BHV'ers in dienst heeft die in het geval van brand de ontruiming van een gebouw begeleiden. De Arbo-wet regelt allerlei dingen over de arbeidsomstandigheden. Er staat dus precies in hoe werkgevers moeten zorgen voor gezonde en veilige werkplekken. Dus bijvoorbeeld ook een goede bureaustoel voor als jij achter de computer werkt. Wil je graag eigen baas zijn of in loondienst? Als je eigen baas bent, dan heb je natuurlijk een eigen bedrijf en kun je zelf allerlei beslissingen nemen. Een nadeel hiervan is dat je dus niet een vast salaris hebt zoals wanneer je in loondienst bent. Je weet dus niet precies wat je inkomen zal zijn. Maar aan de andere kant, als het goed gaat met je bedrijf, word je misschien zelf wel een baas over meerdere werknemers. Het grote voordeel van loondienst is dat je weet hoeveel je krijgt en wanneer je moet werken. En hoeveel verdien je? We kennen in Nederland het minimumloon. Daaronder mag je niet betaald worden. Je moet minstens dat loon krijgen. Hoeveel loon je uiteindelijk verdient, heeft natuurlijk te maken met jouw leeftijd, de opleiding die je hebt en je kennis en ervaring. Doorgaans geldt: hoe hoger opgeleid en hoe ouder je bent, hoe hoger je salaris. Waar het vooral uiteindelijk om gaat bij een leuke baan, of bij, maakt niet uit wat voor baan, is dat jij blij wordt van je werk. Dat je het werk met plezier doet en dat je er gelukkig van wordt. Anders zul je dat werk niet de rest van je leven kunnen volhouden.